Vanmiddag keerde Ajax behouden terug uit de Spaanse hoofdstad Madrid. Na de gebruikelijke logistiek gingen de spelers richting kleedkamer om zich om te kleden voor de uitlooptraining. Verdediger Toby Alderweireld was de eerste die het veld van de arena betrad. De hoofdtrainer bleef binnen, net als Van der Wiel en Siktesson. Wel naar buiten kwamen Mirlem Soleimani, Christian Eriksen, Siem de Jong en Derek Boerichter. En daarna Lodero, Daley Blind en niet te vergeten Dimitri Boulekin. Na de vliegreis was het tijd om de benen te strekken. En even later volgde er een training met onder meer een rondo. Vanaf vandaag gaat de knop om. De wedstrijd tegen Madrid behoort tot het verleden. Morgen zijn de spelers vrij. Vanaf vrijdag is de focus op de uitwedstrijd tegen FC Groningen.